Als je denkt dat Night to Go in Roeselare enkel is voor zwangere dames, dan is niets minder waar. Ook niet-zwangere dames zijn van harte welkom bij Isabel Posuit. Qua zwangerschapskledij, hoe zit dat eigenlijk tegenwoordig? Mag men het buikje laten zien? Absoluut. De bedoeling is van zwangerschapskledij dat men heel mooi, trendy, jong en zwanger is. Vroeger werd de zwangerschapskledij gelinkt aan oudbollig. Nu accentueren we heel mooi het buikje, kunnen de mama's trots en hip door het leven gaan. Hoe speelt Night to Go dan daarop in, op dat strakke buikje? Wij volgen eigenlijk de modetrends zoals in de gewone kledij. Momenteel zijn er heel veel luipaardprints dat met een lederen broekje kunnen gedragen worden. Ja, dus de mensen hoeven zich niet anders te kleden omdat ze zwanger zijn. Door onze ervaring hebben wij ondervonden dat mama's die juist bevallen zijn onmiddellijk naar de boutiques willen lopen voor een nieuwe kledij. En dat ze gefrustreerd terugkomen omdat het nog niet gaat. Ze hebben nog een klein beetje een zwanger buikje. Ze voelen zich niet goed. Ze geven borstvoeding. Ze moeten aangepaste kledij dragen. Dus meer en meer zijn wij op zoek gegaan naar niet-zwangerschapskledij die ook nadien tijdens de zwangerschap en nadien kunnen gedragen worden. Oké, kun je me iets laten zien daarvan? Absoluut. Kijk, Sabine, hier hebben we onder andere kledij. Eigenlijk niet zwangerschapskledij, maar de ideale oplossing voor zwangeren, maar ook voor niet-zwangeren. Mensen die dan pas bevallen zijn, op zoek zijn naar eventueel borstvoedingskledij, willen nog het een en ander camoufleren, kunnen dan een blouseje dragen met de trui erboven. Ik zou dat in feite ook kunnen dragen. Tuurlijk, en ik ben niet zwanger. Heel veel aan niet-zwangere dames. Ja. En onze klanten blijven terugkomen, al zijn ze bevallen. En dan zien we ze enkele jaren later terug, zwanger van een tweede of een derde. Ja, super. Isabel, ik zie de kleuren. Beige tinten, roze tinten. Ja, aardetinten, natuurkleuren, oudroze, lichte kleuren. Hier in Roeselare, dat is eigenlijk de hoofdzetel. Wij zijn 8 jaar geleden hier gestart in Roeselare. En 3 jaar geleden hebben we een tweede winkel geopend in Brugge. Ja, in Brugge. Oké, daar moet ik dringend ook eens weer naartoe. Hè? Ja. Oké, bedankt Isabel. Het was weer heel fijn. En veel succes verder. Dank je wel. Dag. Dag.